Ik ben Joris, ik ben een tweedejaars student voor de lerarenopleiding Biologie en ik ga jullie een dag aan mijn leven laten zien. Ik heb eerst het mbo dierenmanagement gedaan, toen ben ik gaan werken een aantal jaren. Toen wilde ik toch nog een opleiding doen en toen ben ik aan de opleiding leraar Biologie begonnen. Aan mij leek het lerarenberoep leuk, omdat je werkt met kinderen, maar je werkt toch met het vak Biologie. Dus je hebt de variatie met mensen en natuur. En daar heb ik heel veel plezier in. Ik heb in het eerste jaar al mijn stage afgerond. En dan het tweede jaar heb je weer een nieuwe stage op een nieuwe plek. En dan leer je weer andere manieren van lesgeven. En dan zie je weer andere docenten. En zo zie je zelf ook hoe je op andere manieren les kan geven. De docenten zijn heel open en ze weten ontzettend veel. Je kan met elk plantje of met elk insect aankomen en ze kunnen wel vertellen wat het is. En je kan ook gewoon over andere dingen buurten als je daar zin in hebt. Als je dan hier op school zit, dan krijg je theorielessen. Die theorielessen die ga je dan uitvoeren in de praktijk. Je gaat ook naar buiten, je gaat daar ook dingen leren. En als je dan voldoende hebt geleerd, ga je daar een presentatie over geven aan jouw medeleerlingen. En zo leer je het vak biologie en het vak docentschap. Je hebt dan in de theorie geleerd hoe het allemaal werkt. En dan ga je naar buiten om dat daar toe te passen. Dan ga je planten determineren, je gaat insecten vangen en deze proberen te determineren. En zo blijf je bezig met het vak in de praktijk. Het leukste is aan deze opleiding is de excursus die je doet. En die doe je met eerste, tweede, derdejaars. Het gaat soms allemaal gemengd. En dan kom je op hele leuke plekken. Zuid-Limburg, Schiermonnikoog zijn we geweest. Je kan ook naar het buitenland. Ik weet dat een aantal nou in Suriname zitten. Sommigen in Malaga, in Zuid-Afrika. Je kan alle kanten op. Ik heb ook naar andere scholen gekeken voor lerarenopleidingen. Maar ik vond de sfeer op de Han zo leuk dat ik daarvoor heb gekozen. Iedereen hier doet eigenlijk wel een sociale opleiding. Dus die heeft ook wel een bepaald aantal sociale vaardigheden. Dus je kan altijd wel buurten. Je kan lekker in de pub zitten, een biertje drinken of iets anders doen. Een potje katen. Dit was een dag uit mijn leven. En hopelijk zie ik jullie volgend jaar. Houdoe!